Mijn beste vrienden all over the world, laten we vandaag omgekeerd beginnen bij Zuid-Afrika, de United States, Nederlandse Antillen, Nederland, België en natuurlijk die biggie familie in Suriname, Paramaribo, groeten met een grand brasa. Hier in Suriname blijft het gewoon verder gaan. Kijk, lieve mensen, als het niet zo gaat, dan gaat het zo, maar het gaat. Het is verschrikkelijk af en toe denken we aan die grote poppenkast die zich het DNA noemt. En daarin is er natuurlijk weer iets gebeurd. Onze nationale assemblée, de nationale assemblée. Ik zeg liever het parlement, ik vind het veel mooier, het parlement, hè. Die zeg je toch. Maar goed, voor het parlement moet je natuurlijk goede parlementariërs hebben. De nationale assemblée, nou, dan kan de hond pikie play. Maar goed, we gaan het niet daarover hebben. Hij zei, nou, ernstig, Sandy. Want nu, hier en nu. Je hebt gehoord over dat geval van onze vriend Akimboto, toch? Sergio Akimboto. Man, zo'n leuke zoon van mij, man. Dan, boy, konen we wel op problemen. Zeg, wat ben je doen? Allemaal met dat hier en nu. Misschien van brief, ik ben de president. Ik trek me terug uit DNA. Maar daarna, allemaal schrijf van brief, ik ga. Nee, ik heb het niet zo bedoeld. Ik heb met mensen gepraat, ik wil niet. Ik had u die tory al gegeven, dus ik ga het niet herhalen. President, dus president met een move en een move voor president is twijfelachtig, want hij heeft die brief 2 weken bij zich gehouden, voordat hij ze heeft doorgestuurd naar parlement. Dus Akimboto zijn een briefje contact met bedankt. Daarna Akimboto kies hij zegt dat niet, dit dat ik maar. Dat zijn een briefje contact. De pres hoort hem toe briefje. Dat na, maar lastig zijn niet. Samsa. Maar goed, pres, je bent vandaag jarig. 62 jaar dus. We versteren, maar. Maar dat neemt niet weg dat Wang Sani Wang een lastig, lastig probleem kon in Natori. Want de brieven zijn bij DNA terechtgekomen. Marinus B. En ook Marinus B. Gewoon vergadering hadden maar in een huishoudelijke vergadering. En mijn vrienden, daar ging het niet lief aan toe. Want Akimboto was ook binnengekomen. En Akimboto was niet geconforceerd. De mannen zijn een convocatie, man. Het was een uitnodiging, ja. Dan hebben ze uitnodiging voor een vergadering voor DNA B. Toch allemaal komen. Dan maar ik ben nog in DNA. Weet je wel? Maar dan. Hij is eruit geloosd en hij mocht die vergadering niet bijwonen. Ja, ik vind dat ook lastig. Code eerlijk. Maar nu, allemaal bij Abi bezwaar voor de coalitie toch, de partijen bij Abi bezwaar. Dat zou zijn, man, we hebben tijdje, man, hier en nou, man, dat ik ba toch, dat man, kom bakken, enzovoort. Man, we. In de vergadering. Ronnie Asabina voor een partij die denkt aan BEP. En man had hij bewaard een woord. En man had hij wil de zaak ophelderen. Weet je, weet wat er gebeurt, Isabi toch? Waarom dit, waarom dat, waarom zo, wat is het standpunt? En Isabi, vader, zijn er goed op in het parlement, maar ik tak voeren toch? Moe voor lezen, maar ik tak maar nee. Ze zeggen niet veel, ze praten veel, maar ze zeggen niet veel. Maar goed, maar Sabina, Ronnie, Brouani. Maar dan ook Martinus B. met one short toeg, Sani. Martinus B. met one morserij waar hij uit is gegleden. En hij is nog steeds aan het uitkleden, want hij weet niet hoe hij moet opstaan. Martinus B. heeft gezegd, ik geef het woord aan wie ik wil. Heil! Beste vrienden. No, you are not dictator. You don't dappen. Na een potty dappen. A wet potty dappen. Maar dan nou, a fassie veilig uit. Dat is het probleem toch? Want je kan zeggen van een lid Asabina. Het is op dit ogenblik in deze situatie
niet mogelijk om u het woord te geven, omdat we al een aantal besluiten hebben genomen enzovoort. Nee! Maar Marinus Bedak, ik geef het woord aan wie ik wil. Hé, hey, Marinus, you fire! En moet tegen ons aan niet. Ik weet dat je uit een dictatoriale partij komt, waar Lonnie Plunswijk bepaalt. En geen enkele democratie. Lonnie bepaalt. Maar na takru maniri. En misap tak takru maniri. Todo. Chakraskrasi. Of omgekeerd. Maar je faya. Je faya na morserij de grad no no. Want niemand is met je eens hier. Nou, het kan best zo zijn dat de wet zegt. Luid dit. Dap. Dus dat moet je doen. Maar als je geen duidelijke andere motieven hebt, waarom geef je de man niet dat hij terugkomt in het DNA? Ik weet dat een aantal juristen gaan nu beginnen te gillen, maar met de lijn zijn lachen. Ik lach jullie uit, weet je waarom? Omdat er meer is dan de letter van het woord en de letter van de wet. Als al die partijen in meerderheid nu zeggen van jongen, die man heeft de verantwoordelijkheid naar zijn achterban toe, de mensen van Borkopondo. Hij heeft duidelijk aangegeven dat hij de mensen pas later heeft geraadpleegd. Hij is eigenlijk teruggefloten en komt op zijn besluit terug, duidelijk met een brief enzovoort. En ja, Marinus B. Ik geef het woord aan wie ik wil. Heren, je zongen aan even als zoja roko, dat je zongen dadelijk moro. Want moet tegen je zijn, moro en doro. En heren, is dat alles aan hun leren dat pas koro boy? Nee, hè? Als koro eigenlijk nou een ganasie, dat kun sabi, nou een uitdaging voor ons, sorry dat kun sabi. En zodra dat moeilijk wordt, dan vallen jullie door de boot. Maar aan Akimboto moeten we ook het volgende zeggen. Luko Bigisma leren we takere note at die bron. Dan schreef je een brief. Maar hij noemt het dan. Hij noemt zijn brief in de goeie. Je moet lezen haar brief in bakka. Dan, Yoshi. Maar voor ik lees haar brief, die schreef haar brief. Je zet er, je zin en kom. Maar dan go vrede aan haar vrouw. Go prep, chinso, go barasa, isabito, nyamboom, firis rep lekker, de kon de leesbaka. Dat te leesa brief, dat dan een smile van binnen, dat je ziet dat je begin verandert een komma. Dat je verandert een komma, dat je ziet dat niet, oh, ascendici, wie kan takken timoro safri? Dat je takken timoro safri. Dat, if you want, ik kan go free, dan ga voor elkaar. Everyone kan over de dag afroepen. Maar in elk geval, die kon de leesbakken. Dat je kiezen schreef. Dat hé. Nou, laat me het eventjes een beetje anders doen. Maar dan zijn dat dingen leren op een score toch. Is dat niet toch? Dus ik kan wat op een score. De pre alle soort zanning. Maar dan even of je nou die emotie de baas. Je las alle fetti. Want je emotie. Is dat niet toch? Als dat in een pre. Te door in het parlement, want te emotie tekkie. Je begint skopu slaan, boom, bam, bam, actie loni van Sanego. Want dat maakt na zo emotie. Maar heren, je houdt boom, boom, skoro, man. Ik denk, morofara, voor ze doen lauw, sani. Heren, grand tangi. Want we willen spreken toch, want you know. You know onze zoon met Karwala Mala, you know my boy. Na gaan alles pikken, Isabito. Doe voor rustig, zou je fit, doe voor rustig. En aan mijn vrienden all over the world zeg ik, blijf denken, blijf lachen. We gaan er geen poppenkast van maken, maar blijf denken, blijf lachen en weet wat je doet. Ne doe ze aan zomaar, hè? Tikka brasa. Yes! Het gaat in het leven om de kracht van de argumentatie en niet om de kracht van de emotie.